Ik had mezelf voorgenomen, ik denk, ik ga niks zeggen over die oorlog. Hè? In Oekraïne. Ik denk, nou, dat is te erg. Dat laat ik keurig aan me voorbij gaan. En laat me lopen. Dat dacht ik. Maar dat is, ik volg het natuurlijk elke seconde. Net als jullie. Jullie zitten ook wel allemaal te kijken. En je leest. En je probeert op tv elke minuut te pakken over wat daar allemaal gebeurt. En ja, daar zijn dan geen woorden voor. Nee. Ik ga die woorden niet proberen te vinden, want dat heeft geen enkele zin. Maar wat je wel tot je kan nemen, is hoe mensen kunnen zijn in zo'n situatie. En dat zie je dan bijvoorbeeld aan die president van de Oekraïne. Die Zelensky. Ik weet niet of die president is. Is hij president? Misschien is hij premier. Het maakt niet uit. Die Zelensky. Die blijft gewoon op zijn post. Zoals een hele goede kapitein op zijn schip. Hij blijft daar gewoon. Die Russen komen eraan. Dat zie je nu. Dat voel je nu. Daar lees je over. Dat zie je op tv. De Russen komen naar Kiev toe. En die Zelensky, die zegt gewoon, niks mee te maken, ik blijf. Ik ga niet weg. De Amerikanen, die bieden hem een uitweg. De Amerikanen zeggen van, we kunnen jou daar veilig wegkrijgen. Ga nou weg, want het is levensgevaarlijk. Nee, zegt Zelensky, ik blijf. En vrienden, jullie en ik. Ik weet het niet, ik sta voor mezelf niet in. Ik weet niet of ik daar zou blijven. Ik weet niet of ik zo moedig zou zijn. En trouwens, dat zijn heel veel van die Oekraïners. Die hebben een moed. Dat is onvoorstelbaar. Die roepen gewoon van kom maar op. Net als die gasten op dat eilandje, kom maar op. Wat moet je? Sodemiet erop. Het kost ze nog hun leven ook. En die Zelensky. Ja, als ik die Zelensky was, dan was ik. Ja, en dat hebben meerdere wel eens gedaan. Dan zou ik rennen misschien naar het regeringsgebouw, een helikopter pakken en weg. Hij niet. Hij blijft daar zitten. Net als die Klitschko, die oude wereldkampioen boksen. Burgemeester nu van Kiev. Ook, dat is me van een moed, vrienden. Dat is onvoorstelbaar. Dat kunnen we ons niet eens inbeelden gewoon. Dat je niet in je broek doet. Dat je niet denkt bij jezelf. Oh, ik moet hier weg. Ik ben in levensgevaar. En nu? Dat doen die gasten niet. Die Zelensky en die Klitschko. Want die Klitschko zegt ook, nee, ik pak gewoon een geweer. En ik vecht met mijn Oekraïners. Vecht ik mee tegen die Russen. En al die Oekraïners ook. Die allemaal gemotiveerd zijn om daar te knokken voor hun land. Vrienden, zo'n Zelensky en zo'n Klitschko. Als je het nou hebt over helden. Dat zijn helden.